Welkom bij de Magische Momenten-podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en elke week publiceer ik een nieuwe meditatie in deze podcast. Mocht je de meditaties waarderen en me willen helpen, dan kun je dat doen door een review voor me achter te laten op de Apple Podcast-app. Als je deze meditatie beluistert op YouTube, dan kun je natuurlijk een like geven en een reactie. En je kan me ook helpen door de meditatie te delen, op social media bijvoorbeeld of via WhatsApp. Oké, okay, dan is het nu tijd voor de meditatie van vandaag. En dat is een meditatie die gaat over een thema waar we allemaal vaak mee te maken hebben. Namelijk het willen loslaten van dingen die we op een of andere manier maar niet kunnen loslaten. We blijven erover denken, we blijven ermee zitten. Het blijft terugkeren en een negatieve impact hebben op onze gemoedstoestand. Nou is het zo dat loslaten van dat soort zaken makkelijker is als je de gevoelens die daarbij horen eerst echt toelaat. Dingen die je moeilijk los kan laten zijn vaak een teken dat je er eerst nog wat beter naar mag kijken. Dat je de gevoelens die daarbij horen meer toe kan laten. En daardoor zul je merken dat je of inzichten krijgt. Of dat er simpelweg een ontlading komt van de energie die erbij hoort. Waardoor je meer ruimte en vrijheid in jezelf ervaart. Klinkt heerlijk toch? En dat is het ook. En het is bereikbaar. Ik ga je ermee begeleiden, dus doe lekker met me mee in deze meditatie. Je kan deze meditatie het beste zittend of liggend doen, maar je kan hem ook doen terwijl je wandelt. Dus kies een houding die past voor jou in dit moment. Ga er lekker voor zitten of liggen. Of ga uitwandelen. En als je zit of ligt, dan kun je rustig je ogen sluiten. Laat de buitenwereld even helemaal voor wat die is. Als je wandelt, dan richt je je op je voeten... Die de grond raken. Je lichaam. En breng je de aandacht ook naar jezelf. Je ademt lekker diep in en uit. Niet geforceerd. Op een prettige manier. Iets dieper in. En wat vrijer uit. En dan wil ik je uitnodigen om te kijken naar iets wat je op dit moment in je leven te veel bezighoudt. Iets waar je zorgen over maakt, een gevoel dat je maar niet los lijkt te kunnen laten. Iets waarvan je voelt: wat zou het heerlijk zijn als ik dat los kon laten? Misschien zijn er wel meerdere dingen, die kans is groot. Dus kijk wat het is waar je in deze meditatie mee wil werken. Het kan iets groot zijn, het kan ook een klein dingetje zijn. Een terugkerende gedachte over iets waar je zorgen over maakt. Kleine irritatie. Ondertussen blijf je bewust van je lichaam. Je blijft rustig ademhalen, je zet niks vast. En wat je nu mag doen. Is in plaats van proberen dit los te laten. Juist meer ruimte scheppen. Om te voelen wat dit met je doet. Dus je hoeft niet er heel erg over na te gaan denken. Maar je voelt de sensaties ervan in je lichaam. En je laat dat toe. Dus als het gaat om een irritatie, voel die irritatie dan. En je mag ook wel denken over die irritatie. Hoe vervelend je het vindt. Hoe het je irriteert. Je weet al die gedachten die daarbij horen. Maar dat hoef je niet heel lang te doen. Je zal meteen merken dat het gevoel daardoor weer wordt getriggerd. Misschien is het geen irritatie, maar iets pijnlijks. Een angst. Een terugkerende gedachte. Dus neem wat voor jou van toepassing is, laat het wat meer toe, probeer het niet los te laten en voel wat het doet in je lichaam. Wat voor gevoelens roept het op? Welke sensaties horen daarbij? Blijf rustig ademhalen, zet niks vast. Als het te intens wordt, voel dan goed je voeten op de grond. De ondersteuning van de ondergrond, de stoel, de bank. En adem in, creëer meer ruimte voor die sensaties die je nu voelt. Welke plek in je lichaam voel je die sensatie het meest intens? Scan een beetje door je lichaam en neem maar waar. Waar zit de meeste spanning? Waar zit de meeste trigger op dit moment in je lichaam? Kan een knoop zijn in je maag? Bijvoorbeeld een druk op je keel. Het kan zijn dat je je vuisten balt in spanning van overal in je lichaam waarneembaar zijn dus kijk waar is het het meest intens Neem heel goed waar hoe het aanvoelt Het kan zijn dat je merkt dat je emotioneel wordt of juist heel boos. Misschien voel je dat je het lichaam wat wil bewegen. Misschien wel trillen. Dan kun je heel rustig een mail toelaten. Je hoeft niet stokstijf te zitten of te liggen of te lopen. Je kan jezelf toestaan om iets te bewegen als je voelt dat dat als vanzelf wil gebeuren. We keren zo terug bij dat gevoel, maar even als een klein intermezzo wil ik je vragen om te scannen door je lichaam en te voelen waar het licht en prettig aan voelt in dit moment. Misschien een lekker warm gevoel in je buik, misschien stevig de grond onder je voeten, misschien is er wel een glimlach om je lippen. Dus kijk maar waar voelt het licht en fijn en blijf daar ook even aanwezig met je aandacht. We keren zo terug bij dat andere gevoel. Nee maar waar, voel maar. Het prettige gevoel, de sensaties daar. Ook daar kun je meer ruimte aan geven. Bijvoorbeeld met je ademhaling. Meer ruimte, meer zuurstof naar dat deel in jou. Naar die plek. En kijk maar of je het jezelf toe kan staan om daar ook van te genieten. Ook al is misschien die spanning of dat vervelende gevoel nog heel erg aanwezig, kijk of je ook dat prettige gevoel in dat andere deel van jou, of je daarbij kan zijn en daar ook van kan genieten. Adem lekker in en uit. Lekker vrij. En dan mag je weer terugkeren naar dat gevoel waar je als eerste contact mee maakte. Dat wat je eigenlijk los wil laten. Ga weer met je aandacht naar die plek in je lichaam waar je dat het meest duidelijk, het meest intens voelt. En ben daar even helemaal bij met je aandacht. Het kan zijn dat het al wat veranderd is. Misschien is het nog hetzelfde. Neem maar waar. Het kan heel goed zijn dat je merkt dat er iets begint te veranderen en dat het gevoel als vanzelf je wat meer los gaat laten. Of dat je als vanzelf voelt dat er een shift is naar. Mm, ik begrijp mezelf nu beter of begrijp de ander nu beter. Juist doordat je die aandacht eraan geeft. Als dat gebeurt, laat dat toe en laat dat gebeuren. Dat is een natuurlijk proces waarin iets jou loslaat, jou loslaat niet iets wat jij actief hoeft te doen, maar iets wat gebeurt als je juist aandacht geeft aan het gevoel. Mocht dat niet gebeuren, dan mag je het deel van jou waar je nu contact mee maakt, dat gevoel wat je het liefst los wil laten. Je kan daar een vragen: wat heb jij van mij nodig? Wat heb jij van mij nodig? En daar blijven we in stilte bij aanwezig, bij onszelf en die vraag. Dus je vraagt aan dat deel van jou, met die gevoelens die je het liefst wil loslaten: Wat heb je nodig van mij? En wees open voor de gevoelens, de boodschappen, wellicht, die in de stilte opkomen voor jou. Adem door, zet niks vast. Misschien komt er iets heel duidelijk naar voren. Hoor dat, luister daarnaar. En dan blijven we nog even in stilte aanwezig bij onszelf. Dus blijf aanwezig bij je lichaam. Je kan de aanwezigheid bij dat specifieke deel iets meer loslaten nu. En meer voelen wat is er gaande in mijn lichaam. In mijn hele lichaam. Hoe is de energie in mij en hoe is het om die alle ruimte te geven in mildheid, met liefde, zonder oordeel? En adem dan een paar keer lekker diep in en uit. En wat je voor kan stellen, is dat je bij de inademing energie en zuurstof en echt frisse energie van je kruin door je hele lijf voelt stromen. Dus bij de inademing adem je helemaal in. En voel je de energie, de zuurstof, de frisse energie van je kruin door je hele lichaam stromen naar beneden, naar beneden. En bij de uitademing voel je vanuit de grond weer verse aardse energie helemaal door je heen stromen naar boven, door je kruin naar buiten. Dus inademing naar beneden, uitademing naar boven. Het kan fijn zijn om de uitademing door je mond te laten gaan, de inademing door je neus. Herhaal dit een paar keer. In door je kruin de energie naar de aarde. Met de uitademing laat het los helemaal naar boven door je kruin weer naar buiten loslaten. Herhaal dit nog een paar keer op je eigen tempo. En dan laat je die specifieke ademhaling rustig los. Dan kom je heel rustig terug. Je laat dit allemaal helemaal los en komt aan in het hier en nu plek waar je nu zit, ligt of wandelt. Voel even na. Wellicht de ruimte die je voelt in jezelf, de frisse energie. Misschien ook wel de ontroering van het inzicht dat je hebt gekregen. Of het besef hoe fijn het is om juist aandacht te geven aan wat aandacht vraagt, in plaats van het direct los te willen laten. Dan heb je je ogen weer geopend, je bent helemaal terug. Dan is dit ook het einde van deze meditatie. Een meditatie die prettig is om vaker te doen, waardoor je steeds meer zal zien hoe krachtig die werking is van niet per se zelf loslaten, maar aandacht geven en daarmee je lichaam de mogelijkheid geven om los te laten. Een heel mooi proces en ik hoop dat je daar vaker mee gaat experimenteren. Mocht je de meditatie waarderen, zoals gezegd, ik waardeer het enorm als je een review voor me wil achterlaten op de Apple Podcast-app. Je kan deze video liken, een reactie achterlaten als je op YouTube luistert. Je kan ook op Spotify een beoordeling geven aan deze podcast. En je mag de meditatie ook delen. Wil je op de hoogte blijven van de dingen die ik doe, er komen een paar leuke dingen aan, dan zie je dat het eerst op Instagram. Dus je kan me daar volgen, ik ben daar dolly.nl. Bedankt voor het meedoen aan deze meditatie. Ik zie je natuurlijk heel graag weer bij een volgende meditatie in de Magische Momenten Podcast.